flame. Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar Vlogmas dag 5 alweer. Oh my god, ik ben echt zo trots op mezelf. Bijna een week aan het vloggen. Yes! En echt serieus, ik vind het zo ontzettend leuk om te doen. Gewoon het feit dat ik elke dag een video upload en elke dag jullie leuke reacties kan kijken. En ik vind echt, ik had niet verwacht dat ik dagelijks vloggen zo leuk zou vinden. Ik dacht eigenlijk dat ik er veel meer stress aan over zou houden, maar ik vind het echt super leuk. Ik heb elke keer super veel zin om de vlogs te editen en te uploaden. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk om te doen dit. Maar goed, het is vandaag dinsdag. En ik blijf vandaag de hele dag thuis. Ik ga niks doen. Nou ja, ik ga wel wat dingen doen natuurlijk. Ik wil heel graag even goed aan school werken vandaag. Ik moet een video filmen. Dat is niet voor mijn eigen kanaal, maar voor een ander kanaal. Ja, ik wil dus misschien vandaag mijn kledingkast gaan opruimen. Want ik zal het even laten zien. Ten eerste moet ik het gewoon sowieso even netjes maken. Dat is stap 1. Maar ik wil ook weer even gaan uitzoeken of er niet dingen weg kunnen. Want ja, er zitten gewoon dingen in wat ik niet draag. Dit is op dit moment mijn broeken en rokjes la. Nou, het zit gewoon letterlijk helemaal vol. En deze la kan gewoon niet eens meer dicht. Dit zijn al mijn truien, mijn blouses, mijn t-shirts en hemdjes en dingen. En het is verschrikkelijk. Kijk, hij kan gewoon niet meer dicht. Let op. Het lukt gewoon niet. Het is gewoon serieus zo dat ik gewoon eigenlijk elk jaar gewoon nieuwe kleding koop. Dus elk jaar heb ik weer nieuwe winterkleding. Elk jaar heb ik weer nieuwe zomerkleding. Zomerkleding heb ik het voor mijn gevoel wel iets minder. Zomerkleding draag ik meestal wel meerdere jaren achter elkaar. Maar winterkleding koop ik eigenlijk altijd weer nieuwe dingen in de winter. Maar ik heb bijvoorbeeld ook, ik weet niet of jullie daar ook last van hebben, maar ik heb ook wel eens dat ik iets koop. En dan 2 maanden later vind ik het gewoon lelijk en dan hoef ik het gewoon niet meer. En daar kan ik echt niks aan doen. Dan kan ik op dat moment kan ik het helemaal geweldig vinden. Alleen dan daarna niet meer. Dat is echt mijn struggle in het leven. Ik ga nu zo eerst eventjes een beetje fatsoeneren. Ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel zin om vandaag heel veel make-up op te doen. Dus dat ga ik denk ik ook niet doen. En dan ga ik even wat nuttigs doen. Ik denk dat ik het letterlijk vandaag even zo doe. Ik vind het eigenlijk helemaal niet mooi. Ik ben het echt niet meer gewend mezelf zonder make-up. Het is echt heel erg, terwijl ik vroeger altijd zonder make-up door het leven ging. Maar goed, vandaag ga ik weer even zonder make-up. Want ja, daar buiten dat mijn concealer en foundation zijn op. Dus ik kan er ook eigenlijk helemaal niks mee. Oké, ik ga jullie heel eventjes vertellen wat ik nou net zei over dat ik voor een ander kanaal zo meteen een video moet opnemen. Ik heb hier namelijk al een paar keer iets over gezegd in video's, maar ik heb nog geen één keer echt uitgelegd wat ik nou precies ga doen. Dus ik dacht, misschien moet ik dat nu even doen. Wat ik ga doen is, ik ga vloggen voor het kanaal van Musical Camp. Dat is niet iets wat ik elke week ga doen en vast op dat kanaal komt. Maar ik ga af en toe video's maken voor hun kanaal. Voor de mensen die niet weten wat Musical Camp is. Musical Camp is eigenlijk een kamp waar ik elke zomer heen ga. Het is eigenlijk gewoon een kamp waar ik de hele week bezig ben met musical. Dus je krijgt acteerlessen, zanglessen, danslessen. Van alles. Je hebt verschillende kampen in de zomer. Je hebt Musical Camp, muziektheaterkamp, dance camp en vocal masterclass. Die is er nieuw bijgekomen. Die ga ik aankomend jaar doen. Voor meer informatie wat het allemaal inhoudt, kan je beter even op de site kijken. Die zal ik heel even in de beschrijving zetten. Zij hebben dus ook een YouTube kanaal en daar doen ze nu eigenlijk niks mee. En dat wilden ze dus wel gaan doen. En daarvoor ga ik af en toe video's maken. Dus vandaag moet ik even een voorstelfilmpje maken. Ik ga bijvoorbeeld ook backstage bij musicals vloggen en dat soort dingen. En dat zal ik ook af en toe nog wel op mijn eigen kanaal doen. Maar ook via hun ga ik dat doen. Op hun kanaal, dus ja. En ja, als je wil kan je natuurlijk ook alvast abonneren op het kanaal van Musical Camp. Dat kan hier in de beschrijving. Als je van musical houdt en als je mij leuk vindt om te zien, kan je dat doen. Dus ja. Ik heb net een video opgenomen voor Musical Camp. En ook geëdit al. Die is nu aan het importeren. Hoe zeg je dat? Exporteren. En ik heb alweer honger. En nu wil ik dus heel graag een tosti maken. Maar ik was dus wel even vergeten dat eigenlijk de kaas op is. Maar we hebben nog wel oude kaas. Die lust ik ook wel. Dus ja, moet dan maar hè. Ik heb niks anders, dus dan doen we dat. Want ik heb echt... Oh, nee, kut. We hebben ook geen brood meer.
Oké, ik moet eerst naar de supermarkt. Nou, ik ben even naar de supermarkt geweest. En ik ben lekkere tosti aan het maken. Ik had gisteren in mijn weekvlog toch die shoplog van Topshop. En had ik erbij gezegd dat er zo'n aardige mevrouw me had geholpen. En bla bla bla. Nou, ik had dus ook een kaartje van haar meegekregen. Want zij is dan zeg maar gewoon een stylist. En als je dan vragen hebt over iets of je bent op zoek naar iets, dan kan je haar gewoon mailen. En dan kan je gewoon zeggen van, hey, ik heb bijvoorbeeld een feestje en ik wil nog een leuke outfit. En dan kan zij jou gewoon helpen. Kijk even hoe leuk dit is. Let op. Krijg ik gewoon dit mailtje binnen. Hi Pamela, it was so lovely to meet you and your mother yesterday. I wish you a great trip to the snowy mountains and hope to see you soon. Hoe lief is dit? Oh, my god, echt Topshop is echt geweldig. Dit is toch zo leuk dat je gewoon, ja, I don't know, ik vind het echt geweldig leuk. Assis, 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 Assis. Ik heb alles af van mijn planning van vandaag. What to do? I don't know. Eigenlijk zin om echt eventjes een kekke jam sessie te houden met mezelf. Oh shit, ik heb mascara op. I promise that one day I'll be around. I'll keep you safe, I'll keep you sound. Free red wine, Friday night, never forget it. How you let me go. No more lies, I'll be fine, no, I'm headed. Probably shouldn't go. Now we're all alone, yeah. Memory in the aftertaste. But I didn't need shoes on my feet. But I didn't need a bed to fall asleep. One of my faves. It's not that I'm afraid I'm not enough for her. I'm not trying to start a fire with this flame. But I'm worried that your heart might feel the same. And I have to be honest with you, baby. Tell me if I'm wrong, this is crazy. But I got you these roses, and I need to know. Will you let it die or let it grow? Oké, ik ga nu eventjes lekker een kopje thee zetten met deze superleuke mok. En dan ga ik zo meteen een beetje beginnen met schetsen in mijn bullet journal voor januari. Want die video moet ik ergens volgende week of zo gaan maken. En ik moet nu best wel veel gaan schetsen. Ik wil zeg maar een 2018 future log maken. Dus dat is zeg maar dat je dan alle maanden in een overzicht hebt en zo van het aankomende jaar. En dat wil ik nu even gaan schetsen. Dus nou goed, ik ga even mijn thee zetten en dan ga ik dat doen. Mama is echt een gekkie. Mama heeft gewoon een tweede kerstboom gehaald. Mam, je bent raar. Niet. Wel. Maar moet er nog lichtjes in? Ja, dat weet ik. Zo, ik ga lekker mijn serietje kijken. Met lekker eten. Lekkere salade. Helemaal top. Dit is toch gewoon te cute voor het leven. En hier ga ik nu even mijn video editen. Yay! Ik was dus net bezig met de video editen, dus die jullie nu kijken. En ik merk wel een beetje dat deze vlog iets minder interessant is. Maar ja, dat is op zich logisch als ik de hele dag thuis ben. En dat zal vast nog wel vaker gebeuren in deze vlogmasreeks. Maar goed, ik vind dat zelf gewoon een beetje jammer ofzo. Tot nu toe vond ik de vlogs heel leuk en dit is dan net even een iets saaiere vlog. Vind ik, misschien vinden jullie wel niet, maar... Nee. Ik vond een beetje van wel, maar... Goed, ja... Ik kan niet elke dag alleen maar interessante dingen doen. Ik denk dat ik de vlog bij deze gewoon ga afsluiten. Want ja, het is nog best wel vroeg. Maar ik ga vanavond echt niks meer doen. Ik ga letterlijk alleen maar gewoon Netflixen en zo. Dus ik weet niet zo goed wat ik dan nog aan jullie kan laten zien. Dus ja, nogmaals. Sorry dat deze vlog net eventjes iets minder speciaal is. Maar ik hoop alsnog natuurlijk dat jullie het gewoon leuk vonden om te zien. Was dat vuurwerk? Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe jullie duimpjes omhoog als je het leuk vond. Ben je nou nog niet op mij geabonneerd? Doe dat dan zeker eventjes. Het kan hier beneden. Is helemaal gratis en super gezellig. Dus doe dat gewoon even. Dan zie ik jullie hopelijk morgen weer. Doei doei!